Ja, en dan niet zo zacht als ik het. Ten eerste beginnen we met de tolerantie van de mens. Mensen moeten leren tolerant te zijn naar dit soort dieren. Deze dieren gewoon echt met respect behandelen. En niet vanuit het gezichtspunt van overlast, maar proberen het om te draaien. Nou, het is echt smerig. Ja. En als je in het park wil lopen ook, ja. Nou, er liggen zulke... Te rollen. Ja, het is echt... Ja. Bleven ze maar op het gras en in een bepaalde hoek, maar... En mensen met honden, en mensen met al hun afval, dat is ook zo'n probleem. Tuurlijk! Ja. In de gaten willen houden wat er gebeurt aan de coronavirus. Dan. Hey, staat er. Hey, dat is voor jou. Ja, voor jou. Kom. Wat we vaak zien is dat groepen ganzen, dan wordt er gezegd dat ze bijvoorbeeld agressief zijn, wat niet waar is. Wij mensen willen de dieren zo dicht mogelijk bij ons laten. Hè, natuurlijke barrière doorbreken van een meter. Dat moet je helemaal niet doen. Dus je moet die dieren op afstand houden. We zijn niet alleen bezig met ganzen, maar met alle dieren in de openbare ruimte om ze tot een beheerssituatie over te gaan, zodat dieren te voorkomen dat ze overlast gaan geven. Voor de gans is dit het stressvolste moment, maar ze krijgen straks een prachtige plek. Rustig, lekker mis. Lekker moe.